Als er ergens in Drenthe niet wordt gekeken naar landsgrenzen of provinciegrenzen, nou, dat is het Zuidoost-Drenthe wel. Over die landsgrenzen gaan we het onder andere hebben in Ondernemend. Leuk dat u kijkt naar een nieuwe aflevering. En vandaag komen we weer vanuit de Ondernemersfabriek in Emmen. En ik doe het niet alleen, ik doe het samen met Wouter. En drie hele leuke gasten vanmiddag aan tafel. Marcel Raad van Proxys uit Nieuw-Amsterdam. Ben Broch van Graco uit Coevorden. En Adriaan Pals van de Growing Workplace in Emmen. Adriaan, met jou te beginnen. De Growing Workplace aan de Baander. In 2 jaar tijd gegroeid nou ja, van 14 naar 65 leden. Dat zijn ondernemers uit Emmen. Kan je precies aangeven wat Growing Workplace doet? Ja, in de kern zijn wij een flexwerkplek. Van 1100 vierkante meter in het centrum van Emmen met een eigen parkeerplaats. Dus wij faciliteren eigenlijk ondernemers, zelfstandigen, studenten en ambtenaren op een werkplek. Spreekruimtes, bureaus, vergaderruimtes, op allerlei manieren. Dus ik moet dat zien als een soort spin in het web voor ondernemers en vooral zelfstandige ondernemers in Emmen? Ja, als je niet op je zolder wil zitten, of als je een netwerk wil hebben, of als je collega's om je heen wil hebben, of een andere omgeving dan thuis, dan kan je bij ons prima werken. En wat zijn dat zo voor ondernemers? Waar houden ze zich mee bezig? Nou, dat verschilt enorm. Dat gaat van een Spaans lerares tot een notaris en van een pensioenadviseur tot een ABRI-verkoper. En dan vergeet ik er nog 60. En een corporatie, hoe gaat het in zijn werk met qua tarieven? Wat betaalt een ondernemer per jaar als hij van jullie ruimte gebruik wil maken? Ja, wij zijn een coöperatieve vereniging. Vergelijkbaar zo'n voetbalvereniging. Je kan lid van ons worden of je kan klant van ons worden. Studenten betalen €30 inclusief btw per maand. Ondernemers betalen €75 ex-BTW per maand. En dan hebben we nog een plusabonnement. En dan mag je ook onbeperkt van de vergaderruimtes en spreekruimtes gebruik maken. En dan betaal je €125 ex-BTW per maand. Maar wat is dan het verschil met andere projecten die ongeveer op dezelfde manier als jullie werken? Want volgens mij hebben we er heel veel van in Drenthe. Valt het mee? Ja, nou, ik denk dat het verschil is wat er bij ons gebeurt, is dat we op een hele laagdrempelige manier contact met elkaar maken. We lunchen elke dag met elkaar alsof je dat thuis ook doet. We organiseren heel veel andere dingen eromheen wat niet alleen met werk te maken heeft. Waardoor wij een hele goede sfeer en onderling contact met elkaar maken. En wat daar dan ontstaat is dat we vaak op met elkaar gaan samenwerken als dynamische teams. Dat komt door het eten dan? Dat je tussen de middag met elkaar eet, dat er wat meer samenwerking komt? Ja, dat klinkt heel raar, maar het is wel zo. We hebben nu een heel groot project waarbij we met 12 zelfstandigen samenwerken. En dat is ontstaan aan de lunchtafel. Dat verschillende zelfstandigen komen overal. Vorige week hadden jullie de Drentse zaak. En iemand van ons die kwam daar ook. En die heeft ons uitgenodigd om daar eens een keer te komen kijken. Iemand anders die kwam bij het UWV. En zo hebben we een aantal ideeën hebben we samengevoegd tot één groot project. Doen jullie dat ook trouwens met het hele personeel? Ja. Tussen de middag eten? Ja. Daar ontstaan de ideeën, hoor ik wel. Ja, over het algemeen wel. Er zijn wel veel contacten met de mensen onderling, ja. Dat zoeken ze zelf op en dat bevorderen we ook wel. En dan ontstaan er wel allerlei nieuwe ideeën, ja, die in belang zijn voor een klant. En natuurlijk, jullie zitten aan de Baander, maar het oude dierpark is nu in beeld voor jullie voor, heb ik begrepen, een toolbox. Ja. Is dat een nieuw initiatief? Is dat een ook zo'n idee wat aan de Hoenstafel is ontstaan? Of? Ja, we hebben aan de Baander hebben we 1100 vierkante meter. En dat is voornamelijk ingericht voor werkplaatsen. Dus bureaus, spreekruimtes, trainingen en dergelijke. We zijn nu met weer met een aantal mensen en zijn we van plan om in de dierentuin eenzelfde omgeving te maken. Growing Workplace is een omgeving waar je eigenlijk met je laptop naartoe gaat. Om te werken en alles wat je nodig bent, wifi, koffie, thee, is aanwezig. En zo'nzelfde omgeving willen wij ook creëren in de dierentuin, maar dan met gereedschap en machines. Dus als je iets wil maken, als je creatief bent, als je innovatief bent, maar je hebt niet alle machines en gereedschap tot je beschikking, dan kan je je daar aansluiten en dan krijg je eigenlijk veel meer mogelijkheden dan dat je dat thuis in je eigen garage zou kunnen gaan doen. Maar waar denken jullie dan? Wat moet je dan maken? Gereedschapkisten? Nou, dat verschilt enorm. We hebben een jongen die maakt van carbon maakt die frames voor race drones. Race drones? Ja. Okay. Ja. En dat is een beetje de Formule 1 zeg maar, van de drones. Dat is wat hij maakt. We hebben iemand die wil van afvalhout boksen maken. We zijn in gesprek met een area reiniging om slimme afvalbakken te maken.
We zijn in gesprek met Drentea om van de restmateriaal van Drentea nieuwe producten te maken. En dat is eigenlijk wat de laatste maand ontstaan is. Dus we weten niet wat we volgend jaar doen. Dus het is toch een beetje een soort zwarte vlek. Ja, als je het hebt over innovatie of creativiteit, dan weet je niet zo gauw wat je een volgend jaar doet. En ik ben in 2015 begonnen als voorzitter van Growing Workplace. En ik wist niet 2 jaar geleden dat ik een maakplek ging maken in de dierentuin. Maar ik neem nog aan dat je er wel een bepaald idee bij hebt. Want je moet er ook toch aan geld aan verdienen. Zo simpel is toch ook? Ja, kansen creëren. Creatief klinkt altijd leuk, hè? Dat is heel sexy in dit moment. Maar je moet er ook geld aan verdienen? Of, ja die, en ik denk dat een Growing Workplace over 2 weken het budget voor 2017 al rond heeft. Dus dat betekent dat alle kosten die wij maken, zeg maar, dus een huur, gas, water, licht, koffie, internet, dat hebben we dan gedekt. En dat zal met Toolbox ook zijn. Maar op het moment dat je ik vind Drentea een mooi voorbeeld. Drentea heeft een heel veel restmateriaal. Dat gaat nu voor 14 cent de kilo gaat dat naar een ijzerboer. En ik denk dat wij daar met creativiteit en ambacht nieuwe gebruiksvoorwerpen van kunnen maken die je weer tegen meerwaarde kan verkopen. En dat je daar gewoon werkgelegenheid mee kan creëren. Want uiteindelijk is het misschien wel het doel dat die bedrijven bij jullie vandaan gaan. Dat ze op eigen benen gaan staan. Althans, ja. In gebouwen en zo. Ja, dat kan. Dat gebeurt ook, maar dat hoeft niet. We hebben ook mensen met een eigen kantoor die alsnog lid zijn van Growing Workplace en af en toe bij ons komen werken. We hebben vorige week is er een BV ingeschreven die 12 man personeel heeft. Dus je kan je eigen kantoor hebben, maar we hebben een enorm groot netwerk. Dus daar zou je ook gebruik van kunnen maken. Dus kansen te over als coöperatie volgend jaar met alle mensen die met elkaar samenwerken daar? Ja, maar ik denk ook wel voor het bedrijfsleven van Emmen. Ja. Als je kijkt hoeveel kennis en kunde bij ons rondloopt. Wij willen daar ook ons wat meer op gaan richten. Dat je als kleine zelfstandigen, kleine creatievelingen zeg maar, met elkaar gaat samenwerken in een dynamisch team. Zeg maar, om problemen of andere zaken voor bedrijven of voor overheden gaat oplossen. Goed, dank je. We gaan naar buiten, want er is een winkel hier in Emmen. Het schijnt een hele bijzondere winkel te zijn. Ja, je zit een beetje met een naam. Als je van buiten Emmen komt, zou je zeggen Truut. Maar ze zeggen in Emmen Trut. Sommige dingen moet je gewoon doen. Welkom bij Trut. Take off your minkoat, take off your muff. Ik ben voor een hele lange periode ben ik militair geweest en daar kon ik mijn creativiteit niet 100% kwijt. En 10 jaar geleden dacht ik, nou, dan gaan we iets doen waar ik ontzettend blij voor word. Ik ben 10 jaar geleden zijn we dan hier in Emmen gestart en het was niet altijd even makkelijk. En waardoor onze blije Emmenaren en mensen in de omstreken hebben toch deze groei kunnen maken. I'm a fat old man, sweating and huffing, gin in my hand and your pretty little muffin right here next to me. Deze week is zeker niet alleen maar een kledingwinkel. Deze winkel is een lifestyle winkel. En daarbij doen we namelijk niet alleen maar de kleding. We hebben namelijk een meubels, woonaccessoires. En sinds kort hebben we namelijk ook kleine trutcafé erbij. Change my daddy diaper, if I'm back in mommy's boot. Als we op inkoop gaan, is het eigenlijk heel erg leuk om dat te mogen doen. Hoe dat gaat. Wij willen gewoon verliefd zijn. Ieder kledingstuk die we dan mogen inkopen, willen we daardoor verliefd zijn. Verliefd, het verliefde gevoel om dat over te kunnen brengen naar klanten toe. Kijk eens op daar. Ik hoop wel eens of wij te hip zijn voor Emmen, maar te hip zijn voor Emmen vind ik onzin, want mede dankzij de Emmenaren zitten we hier meer dan 10 jaar. Het mooiste van dit werk is dat je iemand blij en trots kan maken als ze de deur uitlopen. Dat ze gewoon blij zijn met hoe het samen gegaan is. En dat is een kunst. Kunst om de klant zo blij mogelijk, het liefst mogelijk de deur uit te laten lopen. Daardoor voel ik ook een gezegend mens zodra dat de chemie is om dat samen te mogen doen.
kijk me zo om je heen. Ik heb een hele mooie team om me heen. En ik ben gezegend met om daar dit te mogen doen. En van de winkel gaan we naar een bedrijf waarvan je aan de buitenkant echt niet ziet wat ze doen. En dat is best wel eens ingewikkeld en heel wat bijzonder ook, Marcel Raats van Proxys in Nieuw-Amsterdam. Ja. Proxys. Ja. Wat doet Proxys? Nou, wij maken apparatuur voor de biofarmaceutische industrie. Voor het zuiveren, voor het maken van de medicijnen. Je ziet tegenwoordig heel veel biologische medicijnen langzaam de markt inkomen. Het zijn heel effectieve medicijnen over het algemeen. En die hebben in een productieproces hebben die zuiveringsstappen. En in de eerste stappen van dat zuiveringsproces, daar zitten wij met onze zuiveringskolommen voor het produceren van die medicijnen. Dat klinkt ontzettend ingewikkeld, maar het is wel nodig om die medicijnen te kunnen maken. Hè? Ja, klinkt dat voor ons ingewikkeld? Nou, dat valt wel mee. Ik bedoel, in principe zijn het biologische processen. Je hebt een celkweek, een fermentatie. Bier wordt ook zo gemaakt. En dan die cellen worden gekweekt, maar in dit geval leveren ze geen alcohol, geen bier, maar leveren ze dus het medicijn wat later na in dat pilletje of het infuus komt. En dat medicijn dat moet op een of andere manier uitgehaald worden. Een hele grote tank en heel veel water, heel veel andere spullen. En ja, dan heb je toch dat ene moleculetje nodig, het eiwit over het algemeen, wat dan eigenlijk de werkzame stof is. En die moet je in handen zien te krijgen. En die dan kunnen jullie met die apparaten eruit halen. Ja, ja. Het was bijzonder, hoe kom je dan in Nieuw-Amsterdam terecht? Ja, want hier zitten toch geen farmaceutische bedrijven of nee, zo? Nee, ja, goed. De farmaceutische bedrijven zitten over de hele wereld. Dus of het nou Australië is, of China of Amerika, Canada, over de hele wereld. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar je in Nederland zit. En dan kun je maar beter in een minder drukke regio zitten dan dat je continu in de file staat. Dus ja, in die zin is Emmen natuurlijk fantastisch. Aan de andere kant, je zit dicht bij de grens. Duitsland is voor ons ook wel een belangrijk land natuurlijk. De werkethos en de voorzieningen hier zijn ook heel erg goed. We gebruiken heel veel van de fijnmechanische industrie in de regio. Laswerkzaamheden, fijnmechanisch staal of roestvrij staal over het algemeen. Sommige plastic verwerkers gebruiken we. En al die kennis en know-how, die is gewoon hier binnen. Dus alles wat jullie ook maken, alles wat jullie inkopen, koop je allemaal in de buurt in? Ja, ja, ja. Geen uitbesteding in het buitenland? Nee. Op dit moment niet nodig, niet wenselijk ook. Want we maken alles eigenlijk op maat voor de klanten. En dan is het heel lekker als je vragen hebt of dergelijke, dat je korte lijntjes hebt, dat je heel snel kunt reageren. En dat als er iets fout gaat, dat je het dan ook heel snel kunt corrigeren. Ja. En hoe verder je het weghaalt, hoe moeilijker dat wordt. En wie zijn jullie klanten dan? Nou, GlaxoSmithKline is een hele bekende farmaceut. Baxter is misschien bekend. Maar het zijn vaak bedrijven die in een klein hoekje onderaan op het labeltje van het medicijn staan. Want dat zijn de echte producenten. En dan heb je daarna de distributeur en die staat er met de grote naam op. Maar die kleine naam die erin staat, dat zijn onze klanten. En die zitten overal over de hele wereld. Kortom, je bent nooit thuis. Nou, ik ben wel eens weg, ja. Met hoeveel mensen doen jullie dit eigenlijk? We zijn sinds anderhalf jaar zijn we verdubbeld. En ja, het lijkt natuurlijk groot. We zijn met 20 man op dit moment. En we hebben dat in de afgelopen 14 jaar eigenlijk opgebouwd. Hele lange, langzame aanloop. En nu gaat het echt redelijk snel stijgend. De markt is een hele trage markt. Het is een farmaceutisch product wat gemaakt wordt. Het is een heel belangrijk product voor onze klanten. Het is hun product. Dus daar ga je niet over één nacht ijs. Dus dan ga je niet bij een heel klein bedrijfje iets kopen wat heel belangrijk voor je is. Dus... Kennen jullie elkaar eigenlijk? Want jullie zijn typisch zo'n bedrijf die een beetje onder de radar bleef, denk ik. Hè? Ja, ja. Zo'n kantoor is waarvan je niet weet precies wat er gebeurt. Nee, dat gaat ook wel veranderen. Maar voor het grote publiek zal het niet echt... We leveren niet aan het publiek, we leveren aan business. Dat zit zomaar hier in de buurt. Ja, dat zijn van die pareltjes die we in de regio met elkaar hebben. En waar we eigenlijk te weinig mee doen. Want het is natuurlijk een prachtig concept. Ja. Waar er in het land niet veel van zullen zijn. Heel specialistisch. Maar het past een beetje helaas in de sfeer hier dat we daar dan niet te veel over zeggen. En daarom is het goed dat jullie hem hebben uitgenodigd. Zodat we allemaal kunnen eens horen wat er allemaal in de regio gebeurt. En dan zegt hij ook nog dat het een geweldige omgeving is om je te vestigen. Ja. We gaan helemaal naar zijn schoenen lopen dan. Ja.
Ja. Nee, het mooie ervan is, en dat zie je ook aan het personeel en aan medewerkers, we zijn met z'n allen bezig om zo'n product eerst eens te ontwerpen. En later, als dan de onderdelen binnenkomen, wordt het allemaal in elkaar gezet. En ja, het wordt met enthousiasme in elkaar gezet. Iedereen is blij, het glimt natuurlijk allemaal, dus het ziet er allemaal fantastisch uit. Het enige nadeel is, want dan staat er 2-3 weken en dan is het weer weg naar de klant. Ja. Dus wanneer ontstaan bij jullie de mooiste ideeën? Ook bij de lunch of bij de vrijdagmiddagborrel? Of... Bij het eten dus van niet... gekookt eitje in de cracker, hè, tussen de middag. Dat is niet heel goed te zeggen. Dat zijn momenten waarop je... Vaak zit je met dat je een probleempje wil oplossen. En dan plotseling, dan is het... Eureka. De oplossing is daar, ja. 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 Goh, en wat is jullie doel? Wat is je eigenlijk doel met het bedrijf? Want het groeit gestaag. Ja. Zeg je, de markt is ook niet zo dat het booming is in één keer. Nee, maar voor ons, we zitten nu, dat is eigenlijk, je zijn er door onder de radar blijven. En dat is ook wel een beetje zo. Onze concurrenten, dat zijn allemaal grote bedrijven. GE is er eentje van. Nou, dat is een gigant natuurlijk. Ja. En met 20 man doe je helemaal niks. Dus uiteindelijk, op het moment dat je een beetje te veel boven het maaiveld uitkomt, krijg je ook meer last van dat soort bedrijven. Dus daar, in die zin is het wel handig dat je niet te sterk je profileert. Aan de andere kant, we zijn nu een flinke stijging aan het maken. En dus we zullen op een gegeven moment niet onder die radar blijven. Ja, maar die verstoppen in Zuidoost-Drenthe kan straks niet meer. Nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Iedereen weet straks waar Nieuw-Amsterdam ligt dan. Ja, dat is trouwens ook wel leuk, want wij zitten gemeente Emmen natuurlijk, maar op ons visitekaartje staat Nieuw-Amsterdam, want Amsterdam kennen ze wel. Dus dat is ook wel een voornaam ding, dat helpt ook wel. Ja. Ja. En je komt niet uit Drenthe, ik hoor een soort Limburgs accent, bevalt goed? Ja, nou, ik ben al heel erg lang ontheemd. Amsterdam gewoond en gestudeerd, dus uiteindelijk ben je overal en nergens thuis. Maar ik voel me hier thuis. Van Amsterdam naar Nieuw-Amsterdam, dat is een mooie overgang. Precies, ja. Precies. Ja. Proxus, ja. We gaan het onthouden. Dank je wel. Ben Bloch van Graco. Dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal, Graco, hè? Als je het over het bedrijf hebt. Het zit in het voormalige transportbedrijf Van de Graaf. Dat ging toen naar Penske. En Penske, dat werd toen uiteindelijk Graco in Coevorden. Wat is het? Ja, zo is het eigenlijk gegaan. En Graco is 7 jaar geleden gestart. Een doorstart. Want het bedrijf was failliet gegaan daarvoor. En toen hebben een aantal oude vrienden en oude directieleden van Transportgroep Van de Graaf gezegd, nou, daar moet toch een succes van te maken zijn. En zo is het avontuur gestart, nu 7 jaar geleden. En gelukkig is het ervan geworden wat we toen hadden gehoopt, of eigenlijk nog wel wat beter gegaan dan we toen hadden verwacht. Ja, het is geen transportbedrijf meer, maar het is een soort opslagbedrijf. Ja, hoe moet ik dat nou goed? Jij kan het moeilijk maken, warehousing. Maar... Ja, ook. is een belangrijk onderdeel, omdat we ons toen hebben gerealiseerd dat de vervoerssector is een hele dynamische sector. Dat was in het tijdperk van Transportgroep Van de Graaf. We waren bij uitstek een transportbedrijf. Maar toen hadden we de slag ook al wat gemaakt richting meer opslag en warehousing. En we hebben dus nu vooral voor dat laatste gekozen. En met name dan ook omdat we die ligging hebben daar in deze hoek van het land. Is met name door ons de agrologistiek, dus alles voor de agrarische sector, hebben we uitgekozen om ons daar verder in te specialiseren. Dus zeker niet alleen, ook transport van inkomende goederen en uitgaande goederen. Maar we hebben met name klanten gevraagd, wat zouden we nog meer voor jullie kunnen doen? En daar is uitgekomen dat we zeg maar goederen kunnen opslaan. En we hebben dus ook een stap gezet naar verpakkingsinstallaties. We zijn als het ware een agrologistiek centrum aan het bouwen, waarbij we steeds meer activiteiten die voor onze klanten van belang zijn, voor hun logistieke keten, om die hun uit handen te kunnen nemen. Gelegen op het Europark, aan weg, water en spoor. De trimodaliteit, dat is heel belangrijk de laatste 10 jaar geweest in Coevorden bij het Europark. Klopt. En hoe werkt dat in de praktijk voor jullie, die trimodaliteit? Nou ja, wat wij doen is wij proberen voor een klant en met een klant de beste oplossing te kiezen. En dat dan de ene keer zijn wegvervoer en de andere keer is dat railvervoer. En met name voor het railvervoer zie je de laatste jaren de belangstelling vanuit de markt alleen maar toenemen. Want het is schoner, het is duurzamer, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daar zie je dat we daar dus ook een enorme ontwikkeling hebben meegemaakt. En dan hebben wij als enige in dit land de unieke positie dat wij zowel zijn aangesloten aan het Nederlandse spoornet als rechtstreeks aan het Duitse spoornet. Het verhaal is bekend, ruim 100 jaar geleden is de Bentheimer Eisenbahn. Ja. Heeft toen een licentie gekregen om een spoorlijn te onderhouden vanuit Bentheim naar het station in Coevorden. En wij hebben, ons bedrijf wordt doorsneden, doorkruist door die spoorlijn. Dus ja, wij hebben de laatste jaren voor klanten een aantal nieuwe spoorverbindingen kunnen ontwikkelen. Gebruik maken daarvan. En dan zie je dat
Coevorden, zeg maar voor logistiek gezien, misschien wel de derde plaats van Nederland is. Ja. Na Rotterdam en Venlo komt Coevorden. En ja, dat is vanwege die unieke positie die Coevorden heeft, die Rotterdam niet heeft, die Venlo ook niet heeft, dat er die rechtstreekse aansluiting bestaat. En de buurman schudt zijn hoofd, dat klopt. Ja? Ja. Ja? Ja, ik kom uit Venlo dus uiteindelijk. Ja. Maar hier is het beter dan in Venlo, neem ik aan. Ja. Ja, hè? Jullie hebben voor een AVB toch ook een opdracht gedaan? Ja. Waar je heel veel CO2 hebt bespaard? Ja, klopt. Ja, we hebben op uitdaging van AVB hebben we eigenlijk een concept ontwikkeld. Omdat AVB de vraag stelde, er rijden nu elk jaar zo'n 1200 vrachtwagens vanuit onze fabrieken in Duitsland voor Berlijn naar Noord-Nederland. Kan dat nou niet op een andere manier? Nou, daar hebben we een concept voor ontwikkeld. Dus zeg maar, er rijden nu treinen, twee keer per week rijdt er een trein vanaf een station dicht bij hun fabrieken. En die trein rijdt met 42 containers per stuk, komt die naar de terminal in Coevorden. En van daaruit gaan die goederen of bij ons in opslag of bij AVB zelf. En daarmee is een enorme reductie bespaard. AVB heeft uitgerekend dat erop neerkomt dat het komt overeen, de besparing, met 10.000 bomen die één jaar groeien. Okay. En zoveel ton CO2. Maar ja, je ziet dus dat zij zelf, dat soort bedrijven, steeds meer zoeken naar dit type oplossingen waarmee zij zelf kunnen kijken. Wij hebben duurzame oplossingen. Ja, ja. Eigenlijk wat jullie hebben is een terrein alleen maar met gebouwen. Wij hebben en gebouwen en ook auto's. Dus wij doen wel degelijk ook vervoer. We doen ook wel degelijk. Je kan het laten zien. Steeds meer gebouwen. Ik kan het laten zien. Hier, dit is een luchtfoto. Dit is een luchtfoto van het complex in Coevorden. En je ziet hier in het midden. In het midden zie je hier die Duitse spoorlijn lopen. Hier is Duitsland. 200.000 vierkante meter. Oftewel zo'n 30 voetbalvelden groot. En we hebben hier dus 60.000 vierkante meter opslagruimte. En hier is een graanterminal gebouwd. Waarbij we bijvoorbeeld complete graantreinen uit Oost-Europa kunnen ontvangen. Wat hebben jullie nou anders gedaan dan jullie voorgangers in hetzelfde pand? Want uiteindelijk zijn jullie met z'n drieën gedacht van het is toch voor jullie twee, kopen het weer op. We kunnen er wat mee. En dan wordt het toch weer wat. Wat die vorige dus niet voor elkaar heeft gekregen. Nou ja, wij hebben dus al transportgroep Van der Graaf, daar kan ik over praten. Hè? Daar was ik bij betrokken. Wat er daarna is gebeurd, dat is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben. Ik kan alleen maar zeggen, wij hebben de mogelijkheden aangegrepen. En we hebben bewust wat keuzes gemaakt. We hebben, wat ik al zei, je moet kiezen voor bepaalde sectoren. In de omvang die we hebben, moet je niet denken dat je alles kunt. Je kunt niet alles willen vervoeren, je kunt niet alles willen opslaan. Dus we hebben een aantal keuzes gemaakt. En gelukkig hebben we daar klanten bereid bij gevonden. En we hebben dat ontwikkeld. En we hebben een team van mensen die het uitvoeren. Ik kan hier wel een leuk verhaal vertellen, maar ik doe het werk zelf niet. Dus we hebben enthousiaste mensen die heel vooral ook na die doorstart heel blij waren dat ze weer werk hadden. En ja, we zijn gegroeid. We hebben nu zo'n kleine 50 mensen in dienst. En we geven totaal aan ruim 100 mensen werk. En het is denk ik die spirit, we hadden het al over, het is het enthousiasme, de energie in het bedrijf die ervaren wordt binnen het bedrijf en ook buiten het bedrijf. En waardoor klanten je ook iets gunnen. Ja, want als je nou zelf over dat terrein heen loopt, hè, je kijkt eens een beetje rond, voel je dan een beetje trots dat het toch nog weer zo geworden is? Want ja, dat gaat niet vanzelf. Hè. Ik denk dat wij allemaal wel een soort van trots voelen. Ja, dat het ons is gelukt om toch, starten in de crisisperiode, om toch dit van te maken. Maar dat leidt niet tot stilstand. Wij blijven altijd zoeken naar nieuwe uitdagingen en naar innovatie. En we hebben dus de afgelopen jaar weer 15.000 vierkante meter kunnen en mogen bijbouwen, omdat klanten ons hun goederen gunnen. Dat is een gevoel wat in het bedrijf hangt en waardoor we steeds verder vooruit willen. En hoe ver kunnen jullie nog uitbreiden op de locatie waar jullie nu zitten voor de komende jaren? Wat zijn de mogelijkheden nog? We hebben nog wat grasveld beschikbaar. daarop kunnen we nog uitbouwen en we kunnen dus nog meer warehouses bouwen. En we kunnen ook met name zijn we aan het kijken hoe we nog meer in die totale markt kunnen doen. Ik zei al, we hebben verpakkingsinstallaties. We kunnen dus goederen verpakken die in een bulkwagen aankomen. Daar maken we zakgoed van 25 kilo. Maar we zijn ook met klanten in gesprek hoe wij ook voor hun kunnen gaan mengen. Dus dat er diverse grondstoffen bij ons komen. Dat wij een mengapparaat hebben. Dat wij een nieuw product ervan maken. En dat product dan ook weer bij ons gaan verpakken en opzakken. Dus we zoeken nog steeds naar mogelijkheden om klanten verder te kunnen helpen. Oké, goed.
En Koevoorde ligt heel prima als het gaat over wegen, water en spoor. Daar zijn we nu ook alweer achter. Dit was Ondernemend. Graag tot volgende week. Dan komen we vanuit de regio Meppel. Dank. Tot dan.